We staan hier bij de speeltuin, het nieuwe toestel. Dat heet de Icon, zeg ja, ik het goed? Ja, ja, op zijn Engels de Icon. De Icon, ja. Oké, okay, maar we zijn Krooswijk. Ja. Kan jij een, eventjes heel logisch en in het kort vertellen hoe het toestel werkt? Ja. Nou, het makkelijkste is, we hebben aan de zijkant op het hek hebben we de briefjes hangen hoe dit eigenlijk werkt. Om het even kort uit te leggen. Je zoekt een spelletje uit door op de knop te drukken. Dan staat er hier een co, dus in het Engels gaan met die app. En zo zijn er een aantal keuzes die je maakt. Het is ook voor de rest van de toestellen die we zo nemen, neem ik aan. Ja, nou dan gaan we daar eventjes gelijk naartoe. Ja, ja. Want dat is in principe het middelpunt van de Icon. Hier staan vier verschillende spellen op ook. Het is hetzelfde systeem dat je op de knoppen moet gaan drukken. Welk spelletje dat je doet. En hier zo heb je een soort twister. Daar kan je het spelletje mee kiezen. Oké, okay, laat dus maar eens zien. Als ik er nu op trap, dan hoor je dit geluid. Ja, trap nog eens. Dat is het derde spelletje. Dan heb je er nog eentje. Er zijn twee torens die hierin staan. Die geven dan de verlichting aan. Dus als ik druk weer op hetzelfde knopje, dan gaat hij weer hetzelfde geven van go. Dus dan krijg je weer hetzelfde. Gaan. Drukken. 3, 2, 1, 0. Dan geeft hij het aan dat je moet beginnen. Binnen een minuut moet je alle lampjes draaien. Dus je krijgt twee teams. Eén een rode en één een blauwe. En dan moeten ze voor elkaar zorgen dat ze de lampjes zo snel mogelijk uitkrijgen in het toestel. Oké. Okay. Zie je? Dus je moet eigenlijk aan deze knoppen. Ga je drukken. Dus nu is die rood. En nu is die van mij blauw. En dan moet ik zo zorgen dat alle kleurtjes, die zijn dan van mij. Dan heb ik gewonnen. Dus het wedstrijdelement is twee teams die aan tegen elkaar spelen. Juist. Wie het eerst die knoppen drukt. Ja, wie het eerst al zijn kleuren hebt binnen de minuut, die is winnaar. Oké. Okay. En zo staan er meer spellen op. En hoe kunnen de kinderen dit gaan bespelen? Is er toezicht? Ja, er is de hele dag toezicht voor zolang dat de speeltuin open is. En we hebben ook toezicht van de sport en recreatie, maar dat is dan merendeels de vaste uren die we nog vast moeten zetten. En voor de rest is het natuurlijk altijd wel logisch dat er iemand een beetje uitleg geeft aan de kinderen hoe ze moeten werken. Maar dat zeg ik, het meeste staat op de hekken. Maar het is een beetje onduidelijke taal toch voor de kinderen, vind ik. Ik ben hier bij sport en recreatie en wie heb ik voor me zitten? Ik ben Niels Redert. Ik ben werkzaam voor sportstimulering Kraal en Krooswijk. Oké. Okay. Waarom ik hier ben is voor dat nieuwe toestel op het Schutzveld speelt in Krooswijk. Wat houdt het in en wat is jullie doelstelling ermee? Wat houdt het in? Het is een Icon. Dat is een speeltoestel in combinatie met sport eigenlijk. Dus je kan heel veel functies op het toestel spelen. En dat staat in speeltuin Krooswijk staat gevestigd. Onze doelstelling is ermee kinderen van de speeltuin laten kennismaken met de Icon. En daarnaast is er een speciaal programma opgesteld voor alle basisscholen rondom Schuttersveld. Om daar echt structureel gebruik van te maken. De scholen bedoel je? De scholen, basisscholen, ja. Okay. Ja. En wanneer kunnen die terecht? Om precies te zijn weet ik dat niet helemaal. Maar we weten wel dat we een programma hebben opgesteld. Voor drie keer in de week kunnen de basisscholen, dus de gymleraren worden daarin geïnformeerd. Komen met groepjes kinderen, komen daar kennis maken met de Icon. Wanneer de kennis is gemaakt, is er vervolgens op om met heel de klas erheen te gaan. Om een soort structureel les in de week van te maken. En moeten ze daar eerst aanmelden hier? Of is dat altijd toezicht? Nee, Debbie de Graaf, de coördinator van de Icon, heeft alle scholen benaderd rondom Schuttersveld. Dus zij coördineert de boel. En de scholen hoeven zich niet aan te melden, zij is zeg maar de opdrachtgever die naar de scholen toe gaat. Dus de scholen hoeven er zelf weinig initiatief in te tonen, maar dat wordt vanuit sportstimulering gedaan. Oké, okay. En kost dat nog enige intree voor de kinderen? Voor de kinderen is het geheel gratis. Geheel gratis? Ja, voor de basisscholen is het geheel gratis. Als je vanuit de speeltuin wilt komen, nou ja, dan heb je die maandabonnementen, heb je daar of jaarabonnementen van de speeltuin en dan kan je er ook gratis gebruik van maken. En van de laat tot de laat kunnen de kinderen hier spelen, want het hek van, is natuurlijk afgesloten. Ja, maar 10 uur zijn we open van de speeltuin iedere dag en ze kunnen 7 dagen in de week kunnen ze spelen hier zo. En wat kost dat voor de kinderen? Voor de kinderen is het altijd, als ze geen lid zijn, 2 kwartjes voor een kind en 1 euro voor de volwassenen. En mochten ze lid willen worden, is het 22 euro per jaar. Dus dat is wel een stuk goedkoper. Kunnen ze onbeperkt spelen? Kunnen ze onbeperkt spelen. Oké.
Okay. Nou heb ik iets gehoord over dat ze een boterhammetje of drinken mee kunnen nemen. Ja, normaal gesproken is een boterhammetje en drinken voor de kinderen is altijd toegestaan. Want dat is logisch natuurlijk, we zijn een speeltuin. Maar meestal dan willen de ouders ook nog wel hele tassen van een of andere grote winkelketen meenemen. En dat is niet toegestaan, want wij hebben ook moeten onze verdiensten ook hebben een beetje uit de kantine. En wij zijn niet duur met onze prijsjes. Dus. Mag je ook go? Ja. En dan gaat hij weer uit. Nou, dat is dan een slechte zaak dat hij uitgaat. Want hij moet aan blijven gaan. Ja, ik ga even kijken wat hij hier doet. Anders moet hij dan... Oh, hier moet. Ja. Yes. 3.